en Bart en Erik en zo. We hebben vandaag een zevental workshops gehad met een afsluitend optreden door Amadea in het kader van vriendschap en culturen. En dat is op zich een thema wat aansluit bij Veldhuizen vertelt verhalen. Dat is een 3 jaar lopend project in Veldhuizen wat Cultura trekt. En het idee is om daar de goede cultuur een goede bodem te geven en te helpen verder zich te ontwikkelen. Workshops gedaan die in dat kader zijn georganiseerd. Dus er was een krijgstandsworkshop bij, workshop schilderen. Dus ik heb een heleboel oerwouden gezien en allerlei integratievraagstukken. In de theaterzaal was nog een aardig toneelstukje over de heer Wilders, die gewassen werd en uiteindelijk in de isoleercel belandde. Dus allerlei actuele thema's over integratie zijn voorbijgekomen. Ik vind het wel veel leuker dan gewoon les. En ja, het is een keer creatief. Dat is ook leuk. Ik vind het goed geregeld, want ze hadden hier gewoon mensen die normaal ook gewoon in het theater staan. En ik dacht eerst dat het gewoon leraren of mensen van school waren die er af en toe iets in doen. Het is niet mijn ding, maar ik vond het wel leuk om een keer te doen. Om het af en toe te doen is toch grappig. Maar om er echt mee verder te gaan, nou.